Ja, met deze regenval afgelopen de laatste dagen is ongeveer 97 mm water gevallen op dit stuk. En naar schatting zijn we ongeveer 30% van de aardappels kwijt. Ja. Nou zeggen de waterschappen, die zeggen het duurt nog minstens een week voordat het water weer op het oude niveau is. Wat betekent dat voor jullie? Nou, voor ons betekent dat slecht nieuws. Waarom? De sloten staan aardig hoog, het water kan eigenlijk niet weg. Zoals je hier ziet, het is aardig weggelopen. Onder het land liggen drainagebuizen. Daar wordt elk jaar flink in geïnvesteerd. En die hebben ook geen zin. Normaal voert een drainagebuis het water vanuit het land naar de sloot. Maar wat nu gebeurt is het omgekeerde. Het water stroomt in de buis en vervolgens onder de aardappels in het land. Dan hebben we niet alleen op het land water, maar ook het diepere gedeeltes van het land zit gewoon water.